Goedendag en welkom bij deze extra video over de kansen om noorderlicht in Nederland door een zonnestorm die op dit moment richting de aarde raast. Het is echt wel een vrij unieke situatie, dus daarom hebben we toch besloten daar even een extra video over te maken. Dat hebben we allemaal te danken omdat we nu op dit moment in een zonnemaximum zitten. Dat betekent dat er heel veel zonnevlekken te vinden zijn op het oppervlakte van de zon. En dat gebeurt ongeveer elke twaalf jaar. En dat zien we ook goed terug in deze grafiek. Daar zien we inderdaad die dalen en die pieken. De vorige was in 2014, zonnecyclus 24. En de laatste die waar we nu mee te maken hebben is zonnecyclus 25. En daar zitten we nu ongeveer in de piek. Nou, wat is er aan de hand? De zon is dus heel erg actief. En dat zien we goed terug op deze foto van de zon. Die zwarte vlekken, dat zijn die zonnevlekken die we daar inderdaad zien. Op die plekken is het magnetisch veld van de zon verstoord. Plasma probeert daar ook dan te ontsnappen. Er zijn echt uitbarstingen. En uiteindelijk als dat knapt, dan ontstaat er een zonnevlam. En dat wordt dan de ruimte in afgevuurd. En als dat richting aarde gericht is, dan krijgen wij er dus ook mee te maken. En we hebben nu de focus op deze regio. Om even voor te stellen hoe groot dat is, dat is 16 keer de diameter van de aarde. Zo enorm is dat dus bijna niet voor te stellen. En daar zit nu dus een enorme activiteit. Daar zitten heel veel zonnevlammen. En die zonnevlammen die verdelen we dan weer in allerlei categorieën. De laagste categorie is C, de hoogste categorie is X. Op dit moment zijn er al tien zonnevlammen richting de aarde afgevuurd, meerdere M-klassen, maar ook vijf daarvan waren X-klassen. En die zijn echt wel wat unieker. Ze komen wel vaker voor, maar dat ze ook echt aardig gericht zijn en vijf achter elkaar, dat is uniek en dat kan echt wel eens zorgen voor noorderlicht, wat we lange tijd niet gezien hebben in ons land. Nou, die zonnevlammen, zonne stormen, zodra ze de zon verlaten noemen we het eigenlijk een zonne storm. Die kunnen elkaar ook inhalen, die kunnen elkaar dan verbreden en versterken. En daarom is het ook heel lastig tot het laatste moment om te zien wanneer het nou precies onze aarde bereikt. Er zijn natuurlijk enorme afstanden. Het gaat met 1100 tot 1600 km per seconde die elektrisch magnetisch geladen deeltjes. En een paar uur is dan al gauw een marge die best wel normaal is. Maar goed, het is best wel van belang. We hebben natuurlijk korte nachten. En het moet net in dat time window dan gaan gebeuren voor ons om dat Noorderlicht te gaan zien. Nou, naast dat het voor Noorderlicht kan gaan zorgen, krijgen we dus ook mogelijk met wat verstoringen te maken in communicatieverkeer, radioverstoringen. Er is ook echt al wel gewaarschuwd door autoriteiten aan bedrijven. Uh, om toch in de gaten te houden dat elektrische apparaten geen schade oplopen. En waarschijnlijk lukt dat ook prima. We zijn daar ook goed op voorbereid. Gelukkig krijgen we niet een type storm die we hebben gehad in 1859. Dat was het Carrington Event. Dat was een G5-storm. En destijds was er Noorderlicht te zien tot aan de Evenaar. En Viele telegraaf, dat was eigenlijk het enige elektrische materiaal wat we destijds hadden, dat ging gewoon kapot door de magnetisch geladen deeltjes die toen de aarde bereikten. Maar goed, daar krijgen we nu niet mee te maken. Maar het is echt wel mogelijk dat we her en der met wat verstoringen te maken krijgen. Lokale uitval van elektriciteit, ik sluit het niet helemaal uit. Maar dat dat precies in Nederland gebeurt, ja, dat, dat is gewoon nog te onzeker. En die kans blijft erg klein. Maar dat er überhaupt rekening mee wordt gehouden, is toch ook wel echt uniek te noemen. Nou, die magnetisch geladen deeltjes die komen dus van de zon af. Die zonnevlammen die zorgen er dus voor dat die elektrisch geladen deeltjes richting de aarde razen. Dat zijn miljoenen kilometers. Dat duurt ongeveer 2 à 3 dagen voordat uiteindelijk zo'n coronal mass ejection, zo noem je dat eigenlijk, een CME. De aarde bereikt. Die, wat ik net al zei, die kunnen elkaar opvolgen. We hebben natuurlijk meerdere van die x-zonnevlammen gehad. Die kunnen elkaar dus versterken. En daarom is het lastig te bepalen wanneer het precies onze aarde bereikt. Maar als het daar uiteindelijk aankomt, die elektrisch-magnetisch geladen deeltjes. dan wordt het afgebogen door het magnetisch veld van de aarde. En dan kunnen we dus op die manier dat noordenlicht zien. En heel vaak is dat dus alleen maar in de noordelijke regio's van Europa, Lapland zul je onder andere wel aan denken. Maar in dit geval zou het zomaar kunnen dat het ook in onze regio zichtbaar gaat zijn met het blote oog. Het is natuurlijk wel vaker zichtbaar met uh, bijvoorbeeld je fototoestel, maar niet met het blote oog. Dat is toch echt wel een andere ervaring. Nou, en daarvoor gebruiken we de KP-index. Dat is eigenlijk een index die aangeeft hoe groot die kans is dat je het noorderlicht ziet en ook hoe zuidelijk die band met noorderlicht kan komen. Nou, met 5 à 6 kan je het fotografisch al wel zien. Met 7 is het met het blote oog soms al wel zichtbaar. Ga je naar 8 of misschien wel 9, ja, dan worden die kansen dat je het ziet echt wel heel erg groot. En we zien nu zelfs een 8 plus staan. Dan zit je een beetje tussen die 8 en die 9 in. En die kans is dus echt wel groot. Maar dat moet dus wel precies vallen in de tijd dat het donker is in Nederland. En dat is dus nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Als we even kijken naar de nacht, eigenlijk de periode waarin het echt donker is, die is helemaal niet meer zo lang. Dus we zitten natuurlijk al bijna halverwege mei. En die nachtelijke periode duurt in het noorden nog maar 2,5 uur. In het zuiden nog wel 3,5 uur. Maar heel vaak hebben we gewoon met schemering te maken. Op dit moment kan je dus eigenlijk voor het Noorderlicht ook beter in ons land zitten dan verder noordelijk. Want daar hebben ze eigenlijk continu alleen maar met die schemering te maken. En is Noorderlicht überhaupt al veel lastiger te zien. Maar zoals ik net al zei, die coronal mass ejections... die komen dus richting de aardegraafs, die zonnestormen. En een paar uur tijdverschil is zo gebeurd. Dat kunnen we gewoon nog niet met die modellen precies verwachten. En of het dat dus precies in dit time window gaat plaatsvinden... dat het ook bij ons komt, is gewoon nog wat onzeker. Daar zullen we echt de berichtgeving voor in de gaten moeten houden... komende avond en nacht. Maar ook in de nachten van zaterdag op zondag en zondag op maandag... dan zijn er ook echt nog wel kansen aanwezig... dat de noorderlicht zichtbaar gaat zijn. En natuurlijk een ander belangrijke factor, zeker in Nederland, kan je je voorstellen, is het weer. We hebben heel vaak met bewolking te maken en nu ziet het er echt wel heel erg gunstig uit. De komende nacht, vrijdag op zaterdag, kan er nog wel wat lage bewolking aanwezig zijn. Zeker in de noordelijke provincies. Dan zijn de beste papieren toch wel voor het zuiden van het land. De komende nacht, de zaterdag op zondag en zondag op maandag, zien er eigenlijk vrijwel overal positiever uit. Misschien wel her en der wat hoge bewolking, maar dat kan de pret toch niet drukken. Daar is dat noorderlicht echt wel zichtbaar door dat wolkendek heen. Dus de papieren, die zijn echt wel goed. Nou, samengevat, krijgen we dus te maken met verschillende zonnestormen de komende 36 tot 48 uur. En die kunnen voor Noorderlicht gaan zorgen in Nederland, die zichtbaar is met het blote oog. En dat is echt wel een unieke situatie. Mijn collega Wouter van Bernebeek heeft ook een uitgebreid artikel over geschreven. Dus check die vooral even op onze website. En als er updates zijn, dan laten het jullie uiteraard weten.